Ah, het wordt avond. Wat gebeurde ook weer als het avond werd? Dan kunnen zij niks zien in het donker. Dat was Oh, hem. dat was. Oké, Oftewel, goed. de torches gebruik je om neer te zetten. Want zodra die torches weg zijn, dan zie je gewoon echt niks. Heb je, laat maar zeggen, blindness? Veel van jullie kennen dat effect waarschijnlijk wel. Nee! Nee! Ik ben even aan het infiltreren, want dit duurt me te lang. Ah, damn it. Was er niet een manier hoe wij die blokjes snel konden beginnen? Breken? Nee, alleen toch die speciale zombies die je ook alleen maar random worden gespawnd. Echt? Ja, toch? I don't know. In ieder geval, hier zitten al wat minder mensen, minder dwarfs. Ja, we hebben er wat vermoord over tijd. Je moet je ook Ah, voorstellen, ah, inderdaad, nee, ah, damn it. er zijn nog 30 zombies. 30 dwarfs over die we proberen Ja, uit te oeh, ik schakelen. zie iron golems. Die kunnen ons goed helpen. Ja, maar dat gaat ze toch niet lukken, Noobs. Ja, nee, dat is best wel moeilijk. Ik ben nu bezig met als je op de brug komt, als het goed is, nu een gangertje door het stuk waar ze net niet waren. Oké, ik ben nu gewoon met een skeleton van een afstandje aan het schieten. Oh, wauw. Meteen dood. Great, ik moet hier nog langs hakken en dan ben ik door. Want we willen, laat maar zeggen, die eerste shrine te pakken hebben. En die zit Ja. achter deze muur hier. Zodra we die hebben, spawnen we hier gewoon allemaal. Dan is het echt gigantisch chaos. Inderdaad. Oh jee. Oh jee. Lukt het mij? Oh nee, ik zit vast. Nee, 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 nee. Terugtrekken. Ze zit hier ook echt goed te campen hoor, bij Ja, ik zit gewoon echt heel hardcore naar de voorkant. Dat is misschien niet zo slim. Ik denk dat ik maar zo meteen de omweg maak. Oké, we zijn bij de shrine. En Oh, blijf nice. weg! Ik ben onlangs gegaan. Hopelijk is dit de weg om naar. Oké, Ja, ik ja. ben ook bij Shrine. Ja, nice. Nice, Blijf. nice, nice. Die is dood. Pak die ene gast. Zie die. Ja, we zijn bezig. Zorg dat je niet doodgaat door hem. Ja, ik. Want dan heeft hij ons allemaal. Ja, precies. Want dan heeft hij die groene parkels. Ja. Oftewel, dat is wel handig om te weten voor de mensen. De manier hoe je deze Nee, shrine. hij heeft groene parkels. Oh, serieus? Oké, yes, hij heeft het weer niet. Oké, goed. Ik ben nog leven. Gefeliciteerd. Ik kom eraan. Ja, ik kan mijn particles uitstaan. Dat verklaart dat. De Oh manier ja, hoe oké. je de shrine overneemt Oké, hij is is nu weg. door Ja? op te staan. Oftewel, je hoeft er niet tegen te slaan. Alles wat je hoeft te doen is als monster zombie in de buurt staan. Erop staan dus. Oh shit. Erop staan. En als die andere speler er ook is, dan wordt het zeg maar. Ja, dan gaat het gewoon niet. Of wat? En als die zeg maar out of range is, dan maakt het niet uit, hè? Hoezo, dan maakt het niet uit? Zeg maar dan kunnen we nog steeds overnemen, ook al is die niet zo heel ver weg. Zeg maar, je kan hem toch alleen overnemen als je daar staat, hè? Ja. Maar als er niet veel spelers dichtbij genoeg is om het zeg maar tegen te houden, dan kunnen we het nog steeds overnemen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Sorry, ik ben geconcentreerd nu de muur aan het doorhakken voor al onze zombie buddies. Ja, er is al een heel makkelijke weg om naar de shrine te komen, dus. Ja, maar die heb Oh ik nee, gewoon. groene particles! Oh, dat hij mij nog niet. Oké, dief mij. Hij is er niet meer. Heb je nu eventjes zombie, want die is. Oh, er zijn er twee, er zijn twee. Ik ga weg. Oké, kom eraan. Oké, ik ben ontsnapt. Oh. Met één hartje. Is dat het waard? Oké, Nee. ik regen. Oh my god. Het is er. Ben je dood? Oh, super Nee. creepers. Super. Wij Ja, zijn geen dat. super creepers, maar ze zijn er. Oh, drie mensen. Nee, dat wordt een dood. Damn it. Het fijne is dat je wel een regeneration 3 hebt, dus hoef je hem niet heel hele tijd weg te blijven van hun. Uit de buurt te blijven. Het probleem is, ik heb te weinig hartjes en ik ben alleen maar een Oh probleem. my scheisse, nee. Ah. Ik ga suicide, want ik ben alleen maar. Ik ben alleen maar slap nu en ik zorg voor particles. Oh ja, oké. Dus ik ga weer als sterke zombie richting de shrine. Dit is een goede pot voor de dwarves.
Weet je, sorry dat ik jou mee heb genomen meteen, maar... ja, ja. Dit, de dwarfs zijn echt heel sterk op het moment. Oh. Nou ja, ze doen het goed tenminste. Oh, zie mij, Toortje. Ik heb gezien dat ze niet heel veel shrine power meer hebben. Of kunnen ze dat, zeg maar, regen als zij daar weer staan? Ze kunnen regen als zij daar weer staan, ja. Oh, nee. Ja, dan is het weer... Maar wij ook. Maar we zijn bij de shrine nu. Dus als we gewoon druk zetten, dan komt het goed. Ja, is goed. Als hij niet dood gaat... Oké, deze grote gaat dood. Oh my god, ik ga je eruit. Oké, ben je dit? Ik weet dat niet. Ah, ja, dan ga je doen. Hi. Ik zal er niet in gaan. Nee? Nou, er is één gozer die in zet. Nou ja, kom, we gaan. Hupsakee. Zorg dat hij die ene niet kan vermoorden. Zorg dat... Nee, hij heeft Sparkle! Nee. Ik zei het, ik zei het! Oké, hij heeft ze niet meer. Ik ben dood. Ik zei dat die gozer dood ging, maar... Hoe weet je dat? Gewoon omdat hij al echt heel veel geramd was. Ja, oké. Okay. En toen zag ik de particles. Maar hij was ook op hem aan het focussen. Oftewel, ik was er ook aan het voorduiken, laat maar zeggen, voor hem. Zodat hij niet... Dat ik ook een beetje damage kreeg. Oh, goeie creeper. Er zit nu een heel groot gat. Oh, hij focust nu op mij. Yes, die is dood, oké. Heb hem? Nice. Ja, hij is dood. Gewoon op de shrine staan nu. Yep. En dan komt hij vanzelf. En als we deze hebben, je ziet het balkje daarboven. Als die helemaal leeg is, dan spannen alle monsters hier. Dus dat is heerlijk. Ah, dat is heel fijn. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Dan dringen we lekker binnen. Ik zou wel op de shrine staan als ik jou was. Dan gaat het wat sneller. Dat doe ik toch al? Nee, je liep weg. Net. Oh ja, nee, oké. Okay. Kijk van een afstandje of ze daar nog zaten of zo. Ja, inderdaad. Maar dan mollen we ze wel. Maakt het dan uit hoeveel mensen hier staan? Ja, dan gaat het sneller. Oké, we hebben hem in nu. Denk ik, nu? Hij blijft vasthangen bij dat kleine... Nu! Yeah! Yay! Oftewel, nu spant iedereen hier en kunnen we eindelijk wat verder in dat kasteel. Yeah. Ook je ziet nu dat alle dwarfs terug gaan trekken, langzaam. Omdat ze weten dat we nu gewoon echt onder ze spannen. Waar is de volgende? Oh, wauw, ik ben naar beneden geflikkerd. Dat is ook niet handig. Oh ja, we hebben toch... is het nu nacht? Want misschien kunnen ze ons niet zien. Dat zou fijn zijn. Ik weet niet. Volgens mij is het dag. Ja, het is dag, denk ik. Anders krijg je zo'n... Ja, een ander beeld. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. Er zijn maar 3 of 4 shrines, zei je toch? Ja, 4 shrines. Dus de eerste zit nu in dat hokje daar. In het midden, zie je hem? Ik zie er maar 2 nu, zeg maar. Van er zitten er, laat maar zeggen, 2 in de piramide. Zelf. Oké. Okay. Dus ja, wat ik waarschijnlijk zo ga doen is gewoon heel veel suicides. Ja. Of mijn run distance is niet zo hoog, kan ook. Kan ook. Oh. Oh, die hoort bij ons. Mag ter gewoonte. Oké, ik ga weg, anders zorg ik voor mogelijke dood. Oké, ik word gevolgd. Deze is slim. Wat doet hij? Nou, hij rent echt naar onze groep toe. Yes, het wordt nacht. Ze zien... Misschien niks later. Ja, inderdaad. Dus je zorg inderdaad dat je... Oh, nee! Dat je niet door een pijl wordt vermoord. Ja, creeper, blaas op. Ah, damn it. Hij heeft fijn niks opgeblazen. Ik kom eraan als creeper. Je kunt op mij vertrouwen. Ik ben pro met creeper. Oh, nee, hier is geen ingang. Oké, laat me zitten. Oké. Ik ga gewoon hiervoor. Oh, god. Ik ga in de bovengang. Ja. Dubbel creeper explosie. Oh, ik kan via boven gaan. Dat is fijn. Yeah. Nou, wat je nu dus ziet is dat ze heel goed de eerste hebben beschermd. Wow. Maar nu dat wij er doorheen breken, dat we er ook Niemand ziet ons dat we hier binnen zijn. Ja, we zijn nu allemaal binnen hoor. Ik kom er ook aan als zombie nu. Okay. Ik heb even gat geblazen. Kunnen ze je naam eigenlijk zien? Nee, dat kunnen alleen monsters van elkaar. Oh, oké, goed. Dan hoef ik niet meer te shiften. En sowieso kun je het alleen... Oh, wat ben ik? Ik ben een mini-zombie. Jij? Ja. Hoe heet het? Digging-zombie. Dat is wel fijn, die pickaxe. Beetje onnodig. Die pickaxe kunnen we beter bij iets anders gebruiken. Ja, dus nu gewoon door die muur heen hakken. Oh god. Ja. Oh, kom op! Snel, red me! Oh, ik ben verkeerd kant op gelopen. Iemand heeft me gered daar. Oké. Strength 2. Oh, we zijn ook best wel sterk. Ja, ja, zeker. We hebben geen regeneration, dus daar moet je voor oppassen. Wel, we hebben regen. Gewoon normale regen. Oké. Okay. Oh ja, wist jij dat die dirt retextured bedrock is?
Nee. Nou, dan weet je het nu. Slim van je. Klinkt ook heel logisch nu je het zegt. Want je kunt niet breken. Dat is best wel sneaky. Oh god! Ik ga dood. Creeper. Oh, fuck. Oké, ik moet maar... Ah, fuck it. Nee, ik ga gewoon. We moeten door die... Anders ben ik zo nutteloos. Ik gebruik mijn strength 2 nu maar. Want ja, anders gebruik ik hem niet meer. En ga ik dood. Zo. Ah, nee. Yeah, ik heb hem. Nou ja, shit. Er is wel een, hoe heet het? Al die mini-zombies hier beneden. Kom op jongens, doe wat. Oh, oké. Kom op. Maar ik ben bang dat je een one-shot kill bent met die boog. Want bij zombies, als je wordt geraakt, ben je niet meteen dood. En die heeft groene particles weg. Oh my god! ik liep echt net in. Oké, die heeft geen groene particles meer, hoop ik. Nope. Oh god. Beetje afstand nemen. Oké, we gaan druk zetten. We zetten druk. Oké, ik zet eventjes... Oké, afstand nemen. Iemand gaat er dood, geit. Oké, ik ben... Ja, daar gaat hij. Daar gaan de particles. Oh, ik ben hier achter een beetje. Maar zie je dus de groene part. Iemand liep letterlijk in die groene particles. Oh, oh. Ja, oké. Okay. Kijk uit voor de arrows, die zijn nog steeds heel sterk. Oké, ik ga erin. Oh. Oké, ik ben gewoon lekker bezig met marshmallows in elkaar slaan. Oh, dammit. Nee, ik heb geen regen natuurlijk, dus ga ik sneller dood. Oh, je bent mini zombie? Ja. Nou ja, we gaan hier gewoon opstaan. Ja, gewoon erop staan. Oh, mijn strength 2 is uit. Oh nee, ik heb de... Bliksem. Oké, halverwege. Oh, ik ben super creeper. Strength wordt geregend, zeg maar. Ik ben super creeper. Wat zou ik doen? Waarvoor ben ik nodig? Heb jij iets gezien wat opgeblazen moet worden? Nee, behalve die voor die derde beacon zie ik geen reden eigenlijk. Zal ik even wachten dan tot de tweede kapot is? Denk het. Ja, anders is het zonde. Het kan nog eventjes sturen. Het is op 1/3. Nu. Ja, en daar gaat een derde moeten we nog kapot maken, bedoel ik. Het zal nu stukken meer. Hallo, creeper. Oh, pas op. Daar. Ik wacht echt even, omdat ik zo handig ben als sterke creeper. Ja, ik ben handig als Triumph 2 Slayer. Nou, je kunt je voorstellen als dadelijk we die shrine hebben, wat zo gebeurt, dan trekken al die dwarves weer terug. En als er dan vervelende muren staan waar ze weer kunnen campen, dan ben ik er gewoon en dan is die hele muur in één keer weg. Dat is super creeper. Oké, yes. Ik zie het. Ik wacht heel even totdat we doorbreken. Oké, nu moeten we... Ik heb Ben Digging Zombie, dus... Oh, shit. Er wordt op mij wel gemikt, natuurlijk, want... We zien allemaal dat ik een super creeper ben. Oké, iedereen spant hier. Ik kan de deur nou nu natuurlijk niet kapot maken, want het is bedrock eigenlijk. Ja. Oké. Beschermen, jongens, beschermen. Oké. Oh, je bent jij die supercharger bij de art blocks nu. Ik ga nu de voordeur opblazen. Pas op. Ik maak alles... Oh, no way! Ik ben dood! Ik kwam vast te zitten in een gat. Oké, ik maak alles kapot met mijn pickaxe. Oh, shit! Groen particles! Ah. Oh. Het is... dat was jammer. Dat was zonde van mijn super creeper. Oeh, bijna. Ik ben bijna dood. Was dood. Bijna. Oké, ik heb hier een ingang gemaakt. Dus als het goed is, kan je hier heel makkelijk komen. Ja, dit is gewoon een ingang, inderdaad. Yep. Dat was mijn plan ook, maar ik ga nu gewoon als creeper blazen. Ik kun de tweede verdediging op. Oh, ja, mijn pickaxe is kapot. Zo, even iemand opgeblazen. Altijd leuk. Ja, dat is leuk. Ik snap het. Ik kom zo bij jou staan. Ja, ik zit nu... Iedereen zit nu als zombie hier. En een paar creepers. Ja, het gaat echt zoveel sneller met meer mensen. Ah, oh, zeker weten. Dus, wauw, dat zijn best veel mensen, ja. Ja. Ah, hello everybody! Ik denk dat ik naar die andere beacon gedoe ga, want daar zitten vast wel genoeg mensen. Die daaronder, ja. Oh, groene particles. Maar niet bij die beacon in de buurt komen totdat we deze hebben. Oh, anders ga je in één keer dood. Dat heb ik tenminste gemerkt. Dus je moet echt wachten totdat deze beacon om is. LOL, hier loopt iemand! Ja, precies. Hi. Ja, oké, we gaan naar het volgende. Hupsakee. Ik heb even in zijn gezicht opgeblazen. Ik ga nu als zombie, omdat we toch binnen zitten. Ik vertrouw erop dat er genoeg creepers zijn. Waar is die andere shrine? Ik zie... Beneden, gewoon helemaal naar beneden. Ik zie hem al. Ik ben op de beaconstraal. Het zijn maar twee ender gedoe. Je moet echt... Oh god! Particles! Oh, god! Je moet helemaal naar beneden nu. Dat is de laatste nu.
Er zijn nog maar 7 dwarfs, dus dit gaat niet lang duren. Oh, wat een dom. Helemaal beneden. Oh, hier. Dat was de fake one. Dat is gewoon... Ja, oké. Okay. Ik zie het helemaal naar beneden. Dat was disoriënterend. Netjes. Oké, okay, nee, dit houden ze niet lang meer vol. Nee, ik denk het ook niet. Dit hebben we. We hebben hem. Oh, dat was een goede battle, wees eerlijk. Ja, ja. Ik vind het leuk dat die mensen met bogen proberen binnen... Oh! Particles. Particles? Ja. Oké. Okay. Oh ja, je flikkert nu helemaal naar beneden. True. Ja. Dat is funny. Oh, deze is rood, deze is rood. Die houdt het niet lang meer vol. Oh nee, laat hem niet ontsnappen. Laat hem niet. Waar? Waar? Nee, ik ben, er zit achter iemand aan die nu probeert te ontsnappen, maar... Oh. Houdt het niet lang meer vol, zoals ik zei. Oh, ik moet zei. Nu verder naar beneden, zie ik. Lol, ik was... Oh, even... particles. Wegwezen, ik ben nog steeds een mini-zombie, dus... Oh ja, ik zie de particles. We hebben hem. Hij is dood. Ah, oh, yes. Woe. Dat was close. Ja, dat is close voor jou, denk ik. Ja, heel close. Ah, hier is de shrine, oké. Okay, de laatste shrine. Ja, er zijn hier nu nog 2 gozertjes. Nou, 4 zijn er. Dat betekent dat er nog 2 ergens zich verstoppen. Daar gaat het niet om. Je kunt of alle dwarfs... staan. Of alle dwarfs doden. Of, nou, ik ga even voor de kill hier. Het maakt toch geen bal meer uit. Ah ja, nee. Of je kill gaat voor de shrine. Ja. Oh, deze gozer is rennen. Bam! Oh. Moet ik wel oppassen dat, Ja, had ik hem? Nee. Nou ja, ik ga wel bij de shrine. Oh, power is ook bijna kapot. Oh! Hey! Nou, dat was hem weer voor vandaag, jongens. Dwarfs versus zombies. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet dan niet om natuurlijk even June en mijn kanaal te checken. Een likeje achter te laten en een comment. En misschien zien we jullie hier ook. IP staat in de beschrijving. Ik denk dat we nog wel een paar potjes weer gaan spelen. En dan zien we jullie in de volgende. Later!